Dit zijn Michael en Tessa, eigenaren van Wijnhuis de Blauwe Kamer. Een uniek restaurant op een kloosterdomein in een oude boerderij. Met hun eigen moestuin en de één na grootste wijngaard van Nederland koken ze uitsluitend seizoensgebonden en schenken ze hun eigen wijnen. Met Horeca School bij Young Talent kun je leren van Michael en Tessa. In deze aflevering vergeten groentes. Hoe zet ik ze op de kaart? Voor mij als chef gaat het er niet zozeer meer om over vergeten groenten. Voor mij als chef gaat het er meer om dat de gast vergeten is hoe mooi product dat het kan zijn en hoe complex het kan zijn. Daarbij hebben wij hier op het Catharinedal de luxe van een prachtige moestuin. Hierin loop ik iedere dag samen rond om te kijken wat mooi is en wat op dit moment in het seizoen perfect is. Al deze prachtige groenten geven wij een hoofdrol in ons verrassingsmenu, ons signatuurmenu. Dit is een menu dat eigenlijk dagelijks wisselt. Simpelweg omdat we met de moestuin meekoken en niet andersom. Dit vergt een hele hoop creativiteit en veel planning. Maar het geeft altijd een prachtige product terug, want je kookt direct met de producten die mooi zijn op dit moment. Financieel ook is dat altijd rendabel. Zeker omdat ze uit onze moestuin komen, maar ook als je seizoensgebonden kookt, zul je altijd zien dat je goedkoper uit bent. Ik kan dus ook naar jouw leveranciers toe gaan en vragen van wat is er deze week mooi, wat kunnen we deze week krijgen. Daar kun je een mooie prijsafspraken over maken. En zo kan je altijd een mooi rendabel product krijgen. Ik heb hier een aantal mooie producten die op dit moment perfect zijn met dit seizoen. Hier hebben we bijvoorbeeld snijbiet. Altijd een mooi product, verschillende kleuren. Je kunt ze snijden en je kunt ze zo opeten als crudité. Je kunt ze verwerken in de salade, maar je kunt ze ook blancheren. Het is altijd een mooie kleur en een hele fijne smaak, een beetje dat bietachtige. Dan de courgette. Dit is de Lebanese White courgette. Die is net alsof hij een beetje geverfd is en die is heel vet van zichzelf. Deze heeft bijna een beetje de avocado smaak. Die kun je heel mooi rauw eten. Een hele romige courgette. Zo jammer dat eigenlijk niemand deze courgette kent en alleen maar de donkergroene die in het schap liggen. Dus, hoe zet je vergeten groenten op de kaart? Werk met een verrassingsmenu waarmee je kan werken met de seizoensgebonden producten. Werk hiermee met passie en met creativiteit. Zen prikkelt voor professionals.